4 jaar geleden maakten bekende Europese modemerken afspraken over de aanpak van misstanden in kledingfabrieken in landen als Bangladesh en India. Maar nu blijkt uit nieuw onderzoek dat die bedrijven hun kleding gewoon uit een ander land halen, Myanmar, waar de arbeidsomstandigheden juist nog slechter zijn. De lonen zijn er laag, de handelsvoorwaarden gunstig. En dus weten ook Europese kledingbedrijven het land te vinden. Bedrijven zoals Primark, H&M en C&A bijvoorbeeld, die laten nu kleding in Myanmar maken. Een paar honderd fabrieken bieden werk aan 400.000 mensen, vooral jonge vrouwen. De economische sancties zijn opgeheven, want het land zou op weg zijn naar democratie. Maar die weg is nog lang. Veel mensen hebben het moeilijk. Lage lonen, extreem lange werkdagen. Er is een heel groot risico op kinderarbeid. En het is heel erg moeilijk om je als werknemer uit te spreken over deze problemen. Na een lange dag gaan ze naar huis. De problemen die zich eerder voordeden in andere landen in de regio, zoals Bangladesh, verplaatsen zich nu naar Myanmar, erkent de minister. We zijn ook eigenlijk al een jaar of 2, 3 in gesprek met de overheid van Myanmar om te zorgen dat de arbeidsomstandigheden beter worden. Precies omdat we een tweede, derde, vierde, vijfde ramp willen voorkomen. Ploemen roept de Nederlandse kledingbedrijven op bekend te maken waar de kleding precies vandaan komt en wat ze doen om eerlijke productie te garanderen. Die zekerheid kunnen wij nu niet 100% geven. En daarom willen wij er ook voor zorgen dat alles transparanter wordt. En dat we ook meer kunnen vertellen. Wat doen we nou eigenlijk om het duurzamer te maken? Wat doen we nou om het beter te maken voor die mensen? Bedrijven die profiteren van lage lonen hebben de plicht hun invloed aan te wenden om de situatie in Myanmar te verbeteren. Aldus de onderzoekers en de minister. We hebben een reactie van C&A en H&M. C&A wil niet meer samenwerken met een fabriek die in het rapport wordt genoemd, totdat de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd. En H&M heeft onaangekondigde bezoeken uitgevoerd bij een paar bedrijven, zeggen ze.